Die is vet. Sleutelhangermaker. Oh, lollig. Nog een vol. Klompen. Ah, is ook altijd handig. Nou, straks nog maar eens even. Oh, hey, leuk dat je alweer kijkt. Nou, zoals je kan zien sta ik bij Wim. Bij Schaart. Zoals de meeste mensen hem wel kennen. Ik had een trekker tracecode gekregen. Nou, tadaa! Ik heb het pakketje al opgehaald. Ik ga nu weer richting huis. Zoals je kan zien ben ik dus lopend. Dus het pakket is niet heel zwaar, maar op zich best wel groot. Ik zag net al wel dat er een briefje, want ik moest hem andersom tillen. Geen idee waarom, maar ik moest hem op de kop tillen. Maar aan de andere kant zit een briefje waar echt mijn naam op staat. En waar ook op staat dat ik het straks mag openmaken. Dus dat is natuurlijk ultra spannend. Dus ik ga nu als een malle ga ik naar huis. Kopje thee zetten. Pepernootje erbij. Gaan we de doosje lekker openmaken. Tot zo! Zo, nou, eerst even een kopje thee. En dan zal ik dat ding in. Oh, moet ik wel eventjes die erin doen natuurlijk. Nou, ook nog weer de bel. Nog een pakketje. Nou, nu wel eerst echt thee. Zo, nou eindelijk is maar eens die kop thee. Oh, ben ik er aan toe. Wat een dag. Oef. Hi. Nou, ik zei het al, ik ga eerst even een kopje thee doen. Ja, natuurlijk, hartstikke koud. Ja, dat was te verwachten. Jeetje, wat een pakkettenstorm vandaag. Het is echt, de hele schuur staat echt prop en prop vol. Dus ik hoop niet dat er vandaag nog heel veel bij gaat komen, want het gaat dus echt niet lukken. Je vraagt je zeker af, wat is dit hier op de achtergrond? Nou, dat is het ding wat in die ene doos zat die ik vandaag op ging halen. Weet je nog, ik had toch zo'n track and trace code had ik gekregen. En ik ging het even ophalen bij de winkel van Sinkel hier in het dorp. Hè. Ik maak die doos open. Er stond echt keurig netjes op voor Anneloes. Dus ik heb het opengemaakt. Maar ik heb eigenlijk geen idee wat ik ermee moet. En volgens mij is dat ding nog helemaal niet af. Kijk, dit is het. Ik zal even... Geen idee. Nou zat ik te denken. Ik denk eigenlijk... Ja, hier ontbreekt denk ik nog iets. Van die kleppertjes, weet je wel. Ik denk eigenlijk dat het een brievenbus is. Maar nou hebben wij natuurlijk gewoon een brievenbus. Dus ik zat te denken, misschien is hij gewoon wel voor op school... Dat als jij natuurlijk een verlanglijstje hebt, of een leuke brief, of misschien wel iets voor Pietje Smeerpoets, of Welles Piet, of weet ik het wie, welke Piet dan ook. Dat je die dan gewoon lekker kunt sturen hier aan Sinterklaas. Nou ja, je snapt natuurlijk wel, ik kan natuurlijk niet zo op school afleveren. Moet je kijken, dat ding is nog helemaal niet af. Er zal vast iets gebeurd zijn, denk ik, bij die Pieten. Nou, ik hoop niks ernstigs. En ik hoop dus ook echt vooral dat ik morgen niet nog meer pakketten krijg. Voor nu, ik ga nog even lekker nieuwe warme thee zetten. En de brievenbus afmaken. En dan hoop ik voor jou dat die snel op school komt te staan. Dus ik zou zeggen, als ik nou dit doe, begin jij alvast lekker met een mooie tekening te maken. Of een leuke brief. Groeten, doei doeg! Hey Piet! Hallo! Hey! Hallo kinderen! Dit hier is een gebruiksaanwijzing om je eigen envelop te kunnen vouwen. En naast ons zijn de meeste Pieten al aan de gang om dit proces in werking te stellen. Piet? Lukt dit? Ja, kijk, een vliegtuigje. Kijk, dit is ongeveer een bootje.
Maar dit lijkt niet op een envelop. Piet, heb jij misschien even... Hier is de bewijs. Dit is het gebruiksaanwijziging voor het maken van een envelop. Maar wat moet ik met een envelop? Hier een envelop. Dan kun je toch de brieven stoppen voor Sinterklaas? Oh, envelopjes. Envelopjes. Lekker vouwen. Start 1.